De winnaars van de Leidse sportprijzen zijn bekend. De prijzen werden uitgereikt tijdens het sportgala van de gemeente Leiden en de Leidse Sportfederatie in de Stadsgehoorzaal. De avond werd geopend met een spectaculaire demonstratie van Taekwondo Vereniging Leiden. Kijken wij naar van, goh, wat krijgen wij ook vanuit de sport in Leiden, ja, op een presenteerblaadje. En op basis daarvan als jury probeer je vanuit verschillende invalshoeken. In welke periode zit iemand in zijn carrière? Wat zijn de prestaties, internationaal, nationaal? Is het een ploegprestatie? Is het, dat soort afwegingen maak je al. Enorme eer en ja, toch altijd weer een verrassing dat wij het geworden zijn. Maar ja, het gaat het is afgelopen jaar heel goed gegaan. En het gaat dit jaar ook weer heel goed. Dus mooi. En hopelijk is dit de eerste prijs dit jaar van nog meer. Ik heb gewoon niks niet gewonnen. Dus dan denk ik wel dat ik een hele goede kans maak om te winnen. In het programma was ook tijd ingeruimd voor een eerbetoon aan Aad van der Luit. Hij overleed in 2017 en heeft veel voor de sport in Leiden betekend. Gerard van den Berg nam het woord en vertelde over de indrukwekkende sportcarrière van der Luit zelf. Tot zijn grote verrassing werd de taekwondo-grootmeester daarna zelf nog even in het zonnetje gezet. Uit handen van sportwethouder Paul Derksen ontving hij de gouden speld van de gemeente Leiden. Ja, weet je, de publieksprijs, uiteindelijk is het wel de belangrijkste, want er zijn veel stemmers, dus veel meningen en als je die wint, is het toch wel leuk, kan je trots op zijn, ja. Eigenlijk voor dit soort dingen ben ik meer zenuwachtig dan de wedstrijden, want ik ben liever gewoon aan het trainen in de school, maar het was hartstikke mooi. Het sportgala verloopt net als elk jaar, zeg maar, dat is gewoon een feest voor sporters en we eren ook gewoon sportprestaties die in het jaar daarvoor zijn geleverd. Dus dat is gewoon, het is altijd een feestje. Het zijn toch al verschillende sporten, dus het blijft altijd appels met peren vergelijken. Dus ik denk dat ja, op het moment dat de prestaties zijn dat ik ook wereldkampioen word, dat ik dan ook prima met andere vrouwen in de valide sport vergeleken kan worden. Ik dacht, nou hè, ik ben eindelijk klaar. Het moeilijkste heb ik gehad. En toen kwam Paul Deers eigenlijk naar me toe met een heel verhaal over, ja, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, je hebt zus gedaan, je hebt zo gedaan. En dan de verrassende... Dat ik een gouden speld kreeg, dat is wel heel erg mooi. Een gouden speld van Leiden, wel heel erg trots op. Nou, de aanmoedigingsprijs vond ik een hele mooie, zeg maar, de roeister op Zeeland. Was natuurlijk mooi. Echt een dame die echt, nou ja, aan het bouwen is richting meer. Dus, We gaan proberen het promoveren in eerste klasse. En ik denk als dat lukt, dan ga ik ervan uit dat we wel weer een nominatie waard zijn, ja. Iedereen ziet de movies, weet je, van Jackie Chan en Bruce Lee en... En denken dat het alleen maar op de movies bestaat. Maar in China, dat is de nationaal sport. Dus ja, het is heel leuk om een beetje meer kennis aan de sport te geven. Vanavond is het een feestje, maar morgen, bij wijze van spreken, weet niemand het meer. We zouden er dus meer mee moeten doen om het te kunnen blijven herinneren. Meer, laten we zeggen, die sporters ook eren gedurende het jaar.